der meest attractievolle wedstrijden. Hoeveel kans maakt de Ajax A1 om het Champions Tournament te winnen dit jaar? Ja, hoeveel kans? Veel kans. Waarom zouden ze het niet kunnen winnen? Ik bedoel, het is een goede lichting, goed elftal. In de eigen stad, dus veel kans. Oké, de afgelopen jaren is het volgens mij 1 keer gelukt. Na de herstart van Copa Amsterdam. Dat was de lichting met Fern en Anita. Sinds toen is Nicolai Boylesen onlangs doorgebroken. Wie zou de volgende zijn die een dergelijke stap zou kunnen maken? Ja, nou goed, er zitten een aantal interessante spelers in de A1 van Ajax. Er zijn 4-5 jongens waarvan ik denk en vind dat ze de potentie hebben om Ajax 1 te halen. Ik waag me nooit zo aan om namen zo in het openbaar even erin te gooien. Dat laat die jongens maar gewoon lekker voetballen en zich ontwikkelen. En dan kijken we wel waar het schip strandt. Oké, heeft u andere wedstrijden van het huidige toernooi gezien vandaag nog? Nee, ik ben gisteren pas teruggekomen uit Amerika met Ajax, dus ik ben nu voor het eerst hier. Oké, de wedstrijd met DC United helemaal goed gegaan? Qua resultaat wel, maar toen hebben we niet goed gevoetbald. De tweede wedstrijd tegen Portland hebben we wel goed gespeeld, ja. Maar beter weer dan hier? Nee, in Portland was het gelijk zoals hier, maar in Washington was het wat warmer, ja. Oké, dank u wel. Alsjeblieft.